Mijn naam is Umaira Esaias Bijl. In het dagelijkse leven ben ik als docent economie, maar ook als onderdirecteur verbonden aan het HAVO. De reden waarom ik de politiek ben ingestapt is om het vertrouwen in ons geld, de SRD, terug te brengen. Ik wil werken aan een stabiele economie, zodat mijn kinderen, uw kinderen, onze kinderen, kortom een ieder verzekerd is van een toekomst in Suriname. Ook op mijn werkgebied, en dat is het onderwijs, zal ik een wezenlijke bijdrage leveren. Zeker als het gaat om de opvoeding, de vorming, maar ook om de bewustmaking van ondernemen op jonge leeftijd. Surinamers, maak uw ogen wagenwijd open en kijk om u heen. Hoe lang zullen we onze handen open houden voor regeringen? Hoe lang zullen we nog toestaan dat regeringen over onze ruggen heen hun eigen belangen behartigen of van vrienden, van kennissen of familieleden? Wij van Alternatief 20 willen u zelfstandig maken. Wij willen u de ruimte bieden om te helpen aan de opbouw van ons land. Suriname is rijk aan bronnen die de productiesector zullen stimuleren. En daarvoor kijkt A20 uit naar u die over de kennis beschikt en over de kunde. Weet u, een verhoogde mate van de productie zal leiden tot afname van de werkloosheid. Een verhoogde mate van de productie zal meer exportmogelijkheden creëren voor Suriname. Deze exporten banen de weg voor de valuta-import. Ik wil u daarom uitnodigen, Suriname, om goed af te rekenen met dictatuur. Stemt u op dienstbaar leiderschap en reken goed af met het fundamenteel onrecht dat ons wordt aangedaan. Ik maak mij klaar om u van dienst te zijn. Laten wij de handen daarom in elkaar slaan en het samen doen. Stemt u daarom op 25 mei 2020 op DNA-kandidaat nummer 15, Umaira Esaias Bijlhout. Bikasi wan trafas de. Peggy ala strana man, ayuru doro, nanga A20 wo sit strana. Dienstbaarheid, rechtvaardigheid, a kondre moes kroon. Het kan anders, het moet anders. A20, alternatief 2020, wan trafas de.